Rij mee met DVS-TV wordt mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf Van Buren. Zo, op naar de volgende. Dat is me er ook wel een hoor. Dat is onze volkszanger. Enorme DVS-fan, Feyenoord-fan volgens mij ook. Egbert Dijkhuis. Ja, benieuwd wat die allemaal te vertellen heeft. Want ja, die maakt natuurlijk ook wel het een en ander mee. En ik ben heel benieuwd. Nummer 94, Sportlaan. Ja, hij woont op de mooiste laan van Ermelo natuurlijk. Vlak bij DVS. Mooier kun je niet wonen. Mevrouw zegt al wel eens van waarom ga je niet gewoon definitief bij DVS wonen? Gewoon in de kantine. Daar hebben we Egbert. Hij staat al klaar. Ja, daar komt hij binnen. Hey, Egbert. Hey. Hallo jongen. Goeiedag. Ja, ja. Oh, ik krijg een hand van je. Hey. Oh, hey, het is feest. Ja, ik moet ook op het verkeer letten, hè? Ja, tuurlijk. Want Egbert die zit naast mij. En ik rij gezellig met Pietje mee. Ja, het is feest. Wat een vreselijk mooi nummer. Wat slaat dat in, dat nummer, Egbert? Bij elk doelpunt wat DVS maar weer zet. En het zijn er velen. Velen. Afgelopen zaterdag nog 6 keer tegen... Zes keer. Ja, geweldig. Het is feest. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Samen hebben we dat met Mark Tucker opgenomen. Ja. En het is een, hij slaat echt aan. Want dat zie je bij elke thuiswedstrijd. Als er een goal wordt gescoord, dan komt hij erop en dan... Je hebt met Mark toen een hele cd gemaakt, geloof ik, of niet? Nee, ik heb met Mark dat één alleen dit nummer gemaakt. Ja. En we hebben wel een hele cd gemaakt met nog 2 nummers van Speelman en Speelman erop. Ja. En dan 3 eigen nummers van mij. Ja. De echte ware vrouw, hij mee naar de kroeg en de kastelein. Ja. En dan dit nummer natuurlijk op 1. De kastelein, het nummer van Sam, zou ik maar zeggen. Sam van de Wink. Ja. Oh jee. Hij had het er nog over. Geweldig. Ja, mooi hè. Ja, die jongen die geeft er ook zoveel beleving in. Ja, leuk. Ja, het was voor 2 jaar geleden was er op een op de BIMO, van Wijnen toernooi dan. Ja. En ik moest daar zingen. Hartstikke leuke uitnodiging gekregen. En ik ging de kastelein zingen. En Sam die stond op. En ik ben zo naar hem toe gelopen. Ik heb de microfoon aan hem gegeven. Hij heeft het hele lied gemaakt. Geweldig. Ja? Ja. Weet je, de mensen die er omheen zitten, ja, die vinden het natuurlijk leuk. Ja. Want ze hebben liever natuurlijk dat een ander hem zingt. Sam die doet het zo goed. Ja. Dat is gewoon een, dat is leuk. Als er iemand anders je eigen nummer meezingt, dat is geweldig. Ja. Je zingt zelf ook. Wanneer ben je begonnen met zingen? In 2000 zo'n beetje. Ja? Toen zat ik, werkte ik in Gornisch Café in Putten. Ja? En daar hadden we af en toe wel live muziek. En toen was er op een zaterdag was Walter Kroes bij ons in de kroeg. Ja? En ik zong af en toe nog wel een keer door de microfoon. Nee, daar. Maar niet echt puur om er iets mee te doen. Ja. Maar toen kwam Walter Kroes, die zei, nou, je kunt er wel mee verder, je moet er wat mee doen. Ja. Toen ben ik naar Soundworld gegaan, toen nog Soundworld, ja. En apparatuur gekocht, Piet, en heel apart. Mooi hoor. Ik kwam er binnen en we kochten voor een bepaald bedrag apparatuur en mijn zwagertje is voor de eerste keer meegegaan en we gingen alle kroegjes af. Ja. En zo is het gebeurd. Ja, natuurlijk begonnen met koffers. Ja, allemaal koffers. Van, noem eens al, Jan Smit, Jammers, Rob de Nijs, Nick en Simon, noem ze maar op. Ja, ik heb ook nog met je gezongen natuurlijk, hè? Bloed, zweet en tranen. Ja, mooi hè? Heerlijk. Ja, dat was in de kantine bij DVS. Ja, maar weet je, dat is zo mooi Piet, weet je, en dan kom jij erbij en dan echt die lekkere rauwe stem erdoor. En, mensen die pakken dat snel op hè. Kijk dat eens is wat daarachter ligt, jongen. Er liggen al mijn spullen alweer klaar voor vanavond. Moet ik optreden bij Dorhout Mees. Ja, 60 jaar ben. En dan ga ik weer mijn grote idool zingen, Elvis Presley. Ja, gaaf hè? Ja. Ja, ja dat... Ja. One Night onder andere, weet je wel. Ja. One night with you.
Ja, ja, mooi hè. Ja, dat... And it's now or never. En ja, goed. Maar ook lekker rauw, weet je wel. Get your motor running. Ja. Yeah. Get it on the highway. Ja, mooi. Ja, ik ben, daar ben ik ook, dat vind ik ook mooi. Dat vind ik heerlijk. Ja, heerlijk. En daar kan ik ook van genieten. Weet je, je hebt die jongens van die plusband. Ja. Geweldig. Ja. Dat vind ik, daar kan ik ook van genieten. Ja. Dat zijn jongens ook die... Plusband is ook echt mijn bandje. Leuk, hè? Wolter Kroes zei tegen jou van doorgaan. Ja. En ik zei tegen die jongens toen op Groevenbeek. Jongens, kom op. Bandje. Maken. Nummers uitzoeken. En gaan met die banaan. Nou, ze begonnen bij ons in het voorprogramma bij de Hazenburg. Ja. En het jaar daarop vroeg ik heel beleefd aan ze of wij niet in het voorprogramma bij hun mochten. Zo. Ja, mooi. Dat is toch lekker, hè? Ja, maar die jongens blijven ook gewoon hetzelfde. Hey, gevoel, hè? Jij bent een gevoelsmens, of niet? Ja, dat ben ik, zeker. Daarom ben je ook Feyenoorder en DVS'er, denk ik. Ja, dat is wel een goede combinatie. Ja. Ja, nou, weet je, ja, Feyenoord en nou, in hart en nieren, dat mag ik rustig zeggen. Ja. Ik ga er heel erg in mee. Ga je ook wel naar wedstrijden van Feyenoord? Ja. Ja, ik mag ook wel eens mee met Bert van der Brink. En dan krijg ik een uitnodiging. En dan zit je gewoon echt het mooiste in het stadion natuurlijk. Ja. Maar dat is al een eer om mee te gaan met hem. Ja. En dan neem ik 9 van de 10 keer mijn dochter mee. Ja. Die is ook van Feyenoord. Sharina? Nee, Chantal. Nee? Chantal? Ja, Sharina die is de oudste. Maar Chantal gaat daar mee, die is ook helemaal gek voor Feyenoord. Ja. Maar die wil ook steeds vaker mee met DVS. Ja. Maar ze voetbalt zelf op EFC. Ja. En dan als ze 's middags papa gaat kijken met DVS. Papa mag mee, ja natuurlijk gaan we mee. Ja. Dus ja, dat is altijd leuk en altijd gezellig. Ja. Ja, daarbij dan DVS. Ja. Sinds kort ben ik... lid geworden, of lid. Dan zit ik bij de supportersvereniging. Ja. En een beetje loodjes verkopen bij thuiswedstrijden. Ja. Nou, dat is ook altijd leuk. En je staat natuurlijk altijd met dat groepje achter dat doel, hè? Ja. Dat vind ik altijd zo mooi, weet je. Dan komt Basiel Kamara daaraan springen. Kamara, ja, die springt er bovenop. Ja, ja, Roald de Vries. Moet je uitkijken met je knie natuurlijk. Ja, als zo'n gozer bij je op schoot komt springen. Meestal pakken ze onze grote beer Hendrik. Ja, als er wordt gescoord, dan Henry en dan Anthony de Boer en Johan van Leeuwen en Joost en Willem en Aalt en Bonnie. Ja. Dus ja, we staan meestal met een man of, man of 15. Ja, vind het maar kan ook zo wel zijn. Mooi gezicht hoor, met dat spandoek van kan hij je spoeken? Spoken. Spoken, heel mooi hè. Ja, maar op zijn Ermeloos spoeken, hè? Spoeken, ja. Kan hij spoeken? Is dat Ermeloos? Ja, volgens mij wel. Spoeken. Ja, kan hij spoeken? Ik ben Ermelo, maar ik heb nog nooit van spoeken gehoord. Ja. Maar het zou wel kunnen. Ja, volgens mij wel. Maar ik weet het ook niet. Maar daar hebben we wel een nieuwtje over. Spoeken. Ja, ja. Doe eens. Nou, die jongens die wouden natuurlijk een binnenkomstlied hebben. Als de spelers het veld opkomen. Ja. En dan een opkomstlied. Ja. Nou, dus daar ben ik een beetje mee aan het rommelen geweest. Ja. En ik zelf kan dat niet. Dus mijn vrouw die ging met klokgeluiden en het nummer van Jovink. Ja. En daarbij nog een beetje spookgeluiden erbij. En toen heb ik het opgenomen gewoon in Nijkerk bij Sven. Ja. Maar dat was toch niet wat we wouden. Dus toen heb ik gezegd, nou jongens, we kunnen het wel opnemen, maar dan moet ik naar de studio. Ja. Nou, aangezien ik contact heb met veel studio's, kwam ik uit bij Pascal de Vormer. Ja. En die zei, nou, ik kan hier wel wat van maken, een leuke band. Ja. En dan kun je hem komen inzingen. En dat kan wel eens een heel mooi opkomstlied worden. Ja. Dus dat ga ik aanstaande woensdag ga ik naar Utrecht om het op te nemen. Leuk. Ja, dus dat is... mooi initiatief weer. Ja, leuk hè? Ja. DVS staat bol van die initiatief hè? Oh, dat was Aalt. Hè? Ja? Aalt, ja, Aalt van de Brink. Ja. Ja, DVS staat vol van... dat is wel mooi hè? Het is mooi hè, hier dat buitengebied. Dit Ermelo. Is prachtig. Het is echt Ermelo hè? Ja. Heel mooi. Het buitengebied. Ja. Hey, heb je zelf nog gevoetbald ook bij DVS of zo? Ja. EFC of wat dan ook? Ja. Nou, ik
ben begonnen op DVS, ja, in de jeugd. En toen kwam ik in de B4. Nee, in de D4. Ja. En heb ik 2 jaar in de D4 gezeten, toen naar de D2. Ja. En toen kwamen we in de B4. Toen was Wouter van der Brink, die was leider. Ja. Nou, toen had je Kees van Asselt, Harry Bouwman, Jan Bouwman, Bart-Jan Jousma. Ja. Dat soort jongens. Die zitten allemaal bij ons in het elftal. En ja, we moesten tegen EFC. Ja. Maar EFC die had te weinig mensen. Dus vroeg EFC. Dat kon vroeger nog, hè? Ja. Is er misschien iemand die mee wil doen? Maar een vriend van mij die voetbalde op EFC. Virgil Meijer. Ja. Ik denk, ja, nou, dan doe ik maar mee. Dat is mijn eigen aangeboden. En toen kreeg ik s'avonds een berichtje of ik wil blijven. Ja. Nou, toen was het nog maar. Toen was het heel makkelijk. Kon je gewoon overschrijven en dan. Dus dat heb ik toen gedaan. Ja. Geen spijt van gehad, absoluut niet. Nee. Maar wel de heenwedstrijd naar DVS toe. Ja, dan kom je op een gegeven moment tegen je kameraden en vrienden te voetballen. Ja. En ben je dan op dat moment EFC, hè? Ja, dan willen ze je wel eens aantikken. Ja. En vrij logisch. Dat zou ik ook doen, ja. Ja, absoluut. Ik heb nooit gespijt van gehad, hoor. Nee. En wel leuke tijden gehad ook op DVS, als we altijd op DVS moesten voetballen of tegen DVS. Nog nooit vroeging gehad of wat dan ook. Ja, ja. Dus nee, dat was goed. Toen moesten we op een gegeven moment een keer tegen DVS 1 op het hoofdveld. En daar stond mijn neef Gerard Dijkhuis. Ja. Die stond achterin. Ja. Jarenlang. Ja. Supergoeie verdediger. Super. Ja. Maar ik stond bij hem. Hij zegt Dijkhuis. Hij zegt niet verder als dit. Op de 16. Hij zegt, kom je er voorbij? Vlak. Ja. Dus ik denk, nou, laat maar zien dan. Want ik was vroeger redelijk snel. Zoals een echte Vitesse-naar zegt, leg hem vlak. Ja, mooi. Ja. 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 Ja, weet je. Dat zijn allemaal dingen die naar boven komen en allemaal leuke herinneringen. Ja. We hebben ook wel eens dik verloren van DVS, maar hebben ze ook wel eens 4-5-0 gewonnen. Ja. Tegen mijn eigen broertje Hans en Henk Ponstein. Denk je dat je wat je nu allemaal met je gewrichten meemaakt, dat ook te maken heeft met het vele voetballen wat je gedaan hebt of niet? Ja. Of is het meer toch? Ik denk het niet, Piet. Aanleg. Het is aanleg. Het is eigenlijk ook bewezen. Ik heb artrose, verzwaren. Ja. En dat begon wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven. Oh, Piet, jongen. Ja. Ik ga het baal erop van, maar goed. Ach ja, ik heb in 2006 heb ik mijn eerste nieuwe heup gekregen. Ja. Was ik natuurlijk nog veel te jong. Maar dat ging niet anders. Ja. 3 jaar later de tweede nieuwe heup. Ja. En de artrose die bleef zich ontwikkelen. Toen kreeg ik last van mijn knie. Nieuwe knie erin, alsof het heel normaal was. Ja. En nou, die begon na een jaar een beetje te kloot. Ja. En die begon los te zitten. Ja. En toen heb ik 15 weken geleden heb ik een... Wat was de oorzaak daarvan? Van dat zo'n knie los kan zitten? Hoe kan dat? Ja, ik heb wel eens... daar is iedereen doodsbang voor, weet je. Ja. Een bacterie die er dan op gaat zitten. Hè? Ja. Stond ook in de krant, hè. Dat steeds vaker voorkomt, hè. Op kunst en hulpmiddelen, heup, knieën. Dat daar een bacterie op gaat zitten. Oeh, ik moet er niet aan denken. Nee, maar ik heb het gevraagd aan... Bij jou dus gewoon los. Ja, desbetreffende arts. En hun hebben... Ja, of ze een fout hebben gemaakt, ik weet het niet. Maar dat krijg je dan toch nooit te horen. Ja. Maar ik kan je wel verzekeren, toen ze die knie eruit gingen halen... Ze zijn om 7:30 ermee begonnen. Ja. En de bovenkant die konden ze eruit frikken, maar de onderkant die zat zo vast. Die zat natuurlijk in een laag. Ja. En dan hebben ze, zijn ze zo 3 kwartier mee bezig geweest om hem eruit te krijgen. En dat hebben twee jongens gedaan, Keizer Bot en Lammers. Ja. En, maar die hebben het naar behoren gedaan, want hij doet het goed. Ja, mooi. Alleen er zit nog wel drukkende pijn natuurlijk. Ja. Maar dat kan nog wel een poosje duren. Die wordt natuurlijk verzacht door... De vreselijk goede prestaties die DVS levert. Hè? Ja, vanmiddag Noordwijk. Noordwijk, wat dacht je ervan? 1-3. Ja, 1-3, hè? Ja. Ja, ik denk het ook. Die jongens die zijn zich nu bewust. Ja. Die zijn door Quick Boys even weer op de plek gezet. Ja. Hè?
Ja, dat is natuurlijk ook. Ik ben soms toen naar, hoe heet het toch geweest? Naar de Treffers. Nou, dat was je zelf ook. Power! Power! Ja, mooi hè. Maar weet je, daar ook, dat heeft zoveel strijd en kracht en inspanning geleverd. Ja. Op een gegeven moment zag je die jongens ook grijpen naar de, naar de enkels of naar de kuiten. Ja. Maar ja, dan moet je dan 3 dagen later ga je naar Quick Boys. Daar mag je verliezen, Piet. Ja. En natuurlijk, het is niet te hopen, maar het mag wel. En nou ja, dat gebeurde dan. Ja, dat gebeurde. Nog niet eens, wat ik heb gezien, nog niet eens meer dan terecht. Maar het geeft niet, het is gebeurd. Ja, het gelijkspelletje was, dat was wel verdiend geweest eigenlijk. Ja, wat dat betreft werd het zo goed op, je heeft echt goed op het veld staan. En jongens die voetballen ook met plezier. Ja. Tenminste. Geniet je ook een beetje van het spelletje wat ze spelen? Ja, ja, heel mooi. Ja, mooi, ja. Ik hoop dat Joran weer gauw terugkomt. Ja. Joran. Ja. En Lars Dekker. Lars Dekker, ze komen er allemaal, ze komen er allemaal weer aan. Ja. Maar de concurrentie is wel donders groot. Is hoor. Groot, hè? Oh, ik was donderdagavond nog even, maar jongen, er wordt fel getraind, hoor. Dat is een goede zaak. Ja. Mooi, hè? Als ze dat vanmiddag net zo oppakken als de training van donderdag, dan zie ik het echt wel zitten vanmiddag. Dat is het mooiste, want die training zie je terug in de wedstrijd, dat is mooi. Ja. En dat zie je niet vaak hoor, bij een voetballende ploeg. Doen die Nederlandse clubs het opeens leuk, hè? Mooi. Ja. Daar kan ik van genieten. Ik reageer altijd wel een beetje op Facebook met die stomme domme berichten. Ja. En daar wil ik voor mezelf niet toegeven dat zoals Ajax en PSV doen. Ja. Ah, dat is toch geweldig. Ja, dat is mooi, hè? En vooral tegen Kiev. Frenkie de Jong, hè? Daar ben ik wel, daar ben ik echt super fan van, hoor. Oh, het is die gozer goed. Ja, weet je, en die De Ligt ook. Die doet bijna niks fout. Nee. Die Frenkie. Ja, De Ligt ook natuurlijk, dat is duidelijk. Ja, maar die Frenkie die jongen, hoe oud is dat jongetje? 21. Oh, 21. Ja, hij is al 21. Ja, maar die kwaliteiten die krijg je mee van boven. Dat komt niet zo, hoor. Ja. Dat leer je niet zo op het... Hey, dat zingen van je, hè? Ja. Dat, moet je dat vaak doen? Krijg je veel optredens? Ja, het kan zo eens 3-4 weken helemaal rustig wezen dat ik niks heb. Ja? Het kan ook zo wezen dat ik 5-6 in de maand heb. Ja, ja. Maar het kan er ook 3 in de week wezen. Ja. Dus, en je doet ook nog wel eens wat bij een andere voetbalclub, hè? Of niet? Ja. Dovo, kwam je wel eens? Ja, Dovo heb ik de open dag gedaan. Ja. Tegen Hoek. En het jaar daarvoor heb ik Dovo ook de open dag gedaan. Toen moest ik tegen DVS. Ja, ja. En, ja, dus daar kom ik. Heb je nog wat van die wedstrijd gezien, Dovo? Ja. Wat vond je van Hoek? Nou, dan kun je je borsten op nat maken. Want ja? Die hebben een hele goede spits. Maar ze hebben ook een centrale man achterin. Ja, die kleumt overal in. Die spits, dat is Doesburg, hè? Doesburg. Keile Doesburg, hè? Zo, ja, dat is goed. Die bij ASWH vandaan komt. Ja, ja. Die is goed. Is ik denk dat Hoek wel goed is ook in corners. Dode spelmomenten. Ja, ze hebben hele lange jongens, hè, erin. Hoekschop. Geintje. Ja, nee, maar ze hebben wel hele lange jongens erin zitten, hè? Ja. En dan ik was daar aan het zingen met die Gerard de Nooyer. Dat die is dan trainer daar ook. Ja. Maar dat is wel een goede ploeg. Ja. Want als je de dijk zag, alle respect voor de dijk, maar er zat helemaal niks in. De 11 individualisten. Ja. Ja, dat moet nog echt een groep worden. Ze misten ook wel een paar basisspelers, hoor, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja. Nee, maar met muziek, dat mijn passie. Ja. En vind ik leuk om te doen. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, ja, ik kan daar wel, ik voel daar wel wat bij. Ik vind, Nederlandstalig heb ik ook heel veel, heerlijk om nummers van De Dijk te zingen of zo. Ja, weet je wel, Huub van der Lubbe, dat is mijn grote held. Mooi wonen hier, Sportlaan. Hè? Lekker dicht bij DVS. Heerlijk. Lopend er naartoe. Nummertje 94. Ja. We zijn er weer bijna. We zijn er weer bijna. En dat was het dan. Wat is het snel dan? Hè? Wat is het snel gegaan? Ja. Minuutje of 24 hebben we toch achter elkaar zitten lullen met z'n tweeën. Dat is toch wel heel leuk, hoor. Ja, het was heel leuk. Ja. En, ik vond heel het erg bedankt. Ja, oké. Okay. En succes. Ja, dit was weer de derde aflevering. Ja. Rij mee met DVS. Rij mee met DVS. Succes met je carrière. Dankjewel. En Thuis als huisman. Kijk, ja, dankjewel. Gaat zeker lukken, Piet. Oké. Okay. Hey, succes. En, bedankt, hè. Tot gauw. Jo. Doei. Hoi.
Dat was hem dan. Egbert. Mooie gozer. Gevoelige jongen. Een jongen met hart en ziel. En zo zingt hij ook. Zo is dat. Dit was hem weer. Rij mee met DVS TV. Volgende keer, wie weet, Arie van Buren. Misschien, ik weet het niet. Rij mee met DVS TV wordt mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf van Buren.